De liefde is weer neergestreken op het podium, zoals elk jaar rond Valentijn met de tournee Saint-Amour. In Nederland is de tournee al afgelopen. Het tijdelijke gezelschap van dichters en romanschrijvers doet nu Vlaanderen aan. Dominique de Graaf ging gisteravond kijken in Sint-Niklaas. Ook al ben je bang voor je eigen schoonheid, omdat deze nog maar een paar jaar te gaan heeft, blijf. Na Nederland proeft nu ook Vlaanderen van de 21ste editie van Saint-Amour. En die draait rond eeuwige liefde, rauwe seks en humor. Natuurlijk zijn er altijd nog vrouwen zoals jij. Witter dan meeuwen, maar wel vol rotte vis en restjes plastic. Het zijn van die wijven die het liefst luisteren naar hun eigen gekrijs. En ze beschouwen mannen eerder als sigarettenpeuken, waarbij het vuur van de een naar de ander alleen maar hoeft over te... En er zijn ook muzikale intermezzo's. Stelau, frontman van de Scene, die strijdt tegen een terminale kanker, was er in Nederland niet bij. Met een beetje geluk is hij woensdag tijdens de première wel van de partij. Alles was oké tot vorige week. Hij griep had. En een hele erge griep. Dus koorts en zo. En zijn vrouw ook. En ze hadden toegezegd, wij kunnen de Nederlandse tournee niet doen. Maar de kans is groot dat we het waarschijnlijk wel halen voor de Vlaamse tournee. En dat begint er nu inderdaad naar uit te zien. Ik dacht na over de droom die ik had gehad, waarin ik met jou een kind kreeg. De jonge Belgische dichteres Maud van Houwaard sluit de avond af met haar eigen kijk op de liefde. Ik heb liefde ooit zelf gedefinieerd als... met tweeën proberen elke dag de liefde te herdefiniëren. Dus de liefde ligt voor mij niet in het resultaat, maar in het gewoon elke dag te durven proberen samen met iemand.